Gangs with a guard, all my niggas ballin'. Everything official now, swear to God to call him. Bring the business to the table, where your money at? We the ones that make it happen, nigga, that's a fact. Gangs with a guard, all my niggas ballin'. Everything official now, swear to God to call him. Talk to motherfucker Charlie Guapa, doubt me. That ain't cool when she doubts me, man. She look all colorful. Her sister look all colorful. Yo, talk to motherfucker Charlie. I'm gonna ask my sister here to do my slogan, because she could do it very well. Smells like money, so let's make some. It's popping with the population, it smells like money, so let's make some. Shout out to the both of the sisters, Design and Comb, and I'll link it over to Guapa and Sugar. Thank you. Talk thanks for having us. Shout out to my whole country. Sowieso. Maar, ik ben blij om jullie te hebben. We gaan gewoon eerlijk zijn. De eerste keer was fucked up. Dat was mijn fout. Dat is mijn fout. Waarom? Want ik heb de audio verkeerd opgenomen. Maar ze zeggen, de tweede keer moet altijd de betere keer zijn. Jazeker. Een ezel stoot zich geen twee keer. Aan dezelfde steek. Dus I'm going, hopelijk. Nee. Dat ze zeggen, ook derde keer scheept ze. Misschien moet hierna nog een keer. Nee, hierna wordt wel een paar twee van whatever deze interview. Oké. Want vuur zijn veel eisend. Ik mag bepaalde vragen niet stellen. Talk some motherfucker, Charlie. Stel je een klein beetje voor. I love you, by the way. I really mean it. We really love you. Nou, I do. Yeah, hoe jij bent binnengekomen, I love it. Thank ik heb you. Ook tegen mijn zus gezegd, je zus gaat komen weer lawaai. Nee, maar stel je een klein beetje voor. Wie zijn jullie? Van waar komen jullie? En why I accepted to come here? Okay, you go first. Yeah. We Guap and Sugar. Safi klaar. Wij komen van Rotterdam, we zijn Rotterdammers, Marokkanen, en living in Antwerp. Antwerp City. Rotterdammers die in Antwerpen wonen. Wat een mooie toeval. Hoe komt dat? Er zit een heel lang verhaal achter, maar heel beknopt. Het is gewoon miktab. Het is het lot. Het is hetgeen wat God heeft voorgeschreven. Ja. Ken je Angela Yee? Jazeker. Weet jij wat ze ooit heeft gezegd? Ja, wat heeft ze gezegd? I know what you're gonna say. Wat heeft zij gezegd? You're gonna say something about my gun. Oh ja, en nog iets. Voordat je zo... Wat? Deze mooie... Goed dat je het hebt gezien. Het is nog steeds ghetto, maar toch. Maar, nee, maar ja, ze had inderdaad iets gezegd over de gun. Dus, let's... I mean, well, let's you want me to take it out? Nee, naar well, I wasn't anyway. Ik ben hier om de pijn te verzachten. Luister, Charlie, we got a gift for you. Jullie weten, Charlie is kaal, dus hij probeert altijd mijn hoofd te protecten met iets. Dus Safi klaar. I'm not gonna... Love, we got love for you, respect. That's yours. Nee, breng dat voor de hoofd. Safi klaar. Safi klaar. This shit is a classic. Bonhom, si je me toujours de bonhom, Safi klaar, tu vois. Ik ga zo aan, dat is New York. Dat is jullie label trouwens? Of wat is dat, jullie kledinglaan? Dat is onze slogan eigenlijk. Ja. Wat betekent dat? We zeggen altijd Safi klaar. Safi klaar betekent... Trouwens, oké, fellas. Oké, hey, ja. Safi klaar betekent hetzelfde toch? Safi en klaar. Safi klaar, ja, inderdaad. Dus twee keer hetzelfde, twee keer. Ja. Okay. Dus in different languages. Trouwens, jullie zijn echt papen op TikTok, hè? Jullie hebben dat gezien er juist trouwens, die kleine mannetjes. Ik dacht, ik ga gewoon vertellen van ja, er komen twee meisjes. Ja, welke meisjes? Ik zeg, Guap en Sugar, eerlijk gezegd, jullie rappen in Engels. Nee, jullie maken muziek in Engels. Dus ik dacht, they probably don't know who. En één persoon, één van hun zei, yo, Kriva, dat is toch hun, hè? Eentje met die twee kleurige haar. Ik zeg, ja. Nee, Kriva, zij is mevrouw Kriva. Nee, ze heeft gezegd, Kriva en eentje met de kleurige haren. En ik zei, ja, waarom? Ah, ja, mogen wij blijven? Ik zeg, ja, je mogen blijven, maar ik wist niet dat ze met zoveel waren. Mm-hmm. Dus 5 voor 8, ik zie ze zijn misschien met 20. Ik zeg, ja, nah, ain't okay. Nee, ik heb tegen jullie gezegd, blijf, ze komen aan, je mogen hun zien. En jullie zijn ook, jullie hebben gezien. Maar je weet, ik heb zoveel liefde voor die kroeven, die jongens. Dat zijn mijn kleinbroertjes, maar... Maar zo wist ik dat jullie echt papen waren. En I fucks with it. I really fucks with it. Thank you. Rotterdammers in Antwerpen. Wanneer zijn jullie gekomen naar Antwerpen? Was het 2007 of zo? 14 jaar geleden ongeveer. Ja. Shit.
It's a long time. Hoe is het leven in Antwerpen voor jullie? Wat hebben jullie liever? Niet bij wat hebben jullie liever? Is dat echt een typische vraag? Ja, ik weet dat niet. Ik snap niet waarom hij hier vliegt, want ik raak gewoon heel heerlijk. En daarom is hij ook weg. Snap je? Hij is dan ergens anders naartoe gaan. Naar mij. Nee. Het smaakt te hoog. Het smaakt jadekjes. Fly is gone. Ja, oké. Okay. Vertel dus, eens. Wat was de vraag? Ik was afgeleid. Oké, jullie zijn naar Antwerpen gekomen. Wat er beter is, hoe is het leven in Antwerpen voor jullie? De anderen zijn Rotterdam. Oké, jullie waren klein. Jullie zijn ook daar aan school geweest waarschijnlijk. Ja. Op lagere school, denk ik. Mm-hmm. Naar Antwerpen gekomen. Jullie zijn uiteindelijk hier opgevoerd. Jullie zijn geen Rotterdammers meer trouwens. We zijn beide. We zijn Rotterdammers en we zijn... Ja, het is niet omdat je naar de in de weekend gaat. Het is niet omdat je in de weekend terug in Rotterdam bent. Je bent Antwerpen. Luister, we hebben gewoon Nederlands paspoort. Onkruid vergaat niet. Het accent gaat ook niet weg. En weet je, kijk, ik heb echt liefde voor Antwerpen. We zijn opgegroeid inderdaad, zoals je zegt, in Antwerpen. En jij woont hier? En ik woon hier inderdaad, vrij ver erin. And we won't be here any longer soon. No problem. It's not where you're from. It's where you live, or what? I mean, no. No, it's not. But the future, you can never tell the future. Maar ik geloof echt binnen een paar jaar dat jullie hopelijk hier niet meer gaan. Inshallah. Wat is hier niet meer gaan zijn? Voor jullie trouwens. The Lord knows. But when you have an idea of what we gaan hier niet meer zijn. Because it could be different. Luister, wij zijn anders. Ja? Wij zijn apart. Ons gedrag is grensoverschrijdend. We look grensoverschrijdend. En daarmee gaan wij grenzen overschrijden. It's simple as that. Kan je wachten tot part 2? Ja, stuk. Ah, ik klaar. Want deel 2, ik stuur niks op. Maar dus uiteindelijk zijn hier opgegroeid. Oké, een schoolparcours. Ja. Schoolparcours? Ja, schoolparcours. Vanaf eerste middelbaar waren we hier. Ja. En hoe is het toen al gegaan of geweest? School was hartstikke leuk. Het was echt elke dag een feest. Voordat jullie verder gaan, waar zijn jullie op school geweest? Oké, elk half jaar waren we zaten op een andere school. Waarom? Jullie gedrag? Of... Richtingen? Kijk, zij was ietsjes rustiger eerst. Tot een bepaalde leeftijd, ja. Ja, tot het derde of vierde of zo. Ja, tot derde middelbaar. Toen ging het bij haar ook bergafwaarts. Maar bij mij was het gewoon vanaf het eerste middelbaar gewoon ruïne. Voor de mensen die dit misschien niet weten... Jullie zijn niet alleen samen opgegroeid, jullie zijn ook zusters. Ja, 100. Dat is belangrijk om te zeggen. Dat is mijn little sis. Ja, dat is mijn big sis. Dat is mijn little sis. I will kill for my sister, letterlijk. Ik voor mijn big sis. En voor broeders en je broers en zussen? Wij zijn elkaars broers. En we hebben een jonger zusje van 9 jaar. 9 jaar. En zij is ook in Antwerpen. Ja. Zij heeft die accent niet, hè? Jawel, ze praat gewoon... Ze mag niet. Ze mag geen Vlaams praten. Ze mag geen Vlaams praten. Anders krijgt ze klappen. Soms zegt ze opeens 2. Hoe heet dat? 2? Oh, oké. Okay. Goed zo. Want we gaan geen Vlaams praten. Dan gaan we zeker niet. Jullie verhuizen naar hier, jullie willen zijn met jullie regels. Hey. Want je dat zo gaan praten? Ja, we gaan terug naar daar. Ja, zo of wat? Zo gaat dat wel niet. Die meent dat echt. Gaat u naar Utrecht? Dat is, nee, wat was dat weer dan? Everybody know where I come from. Rotterdam is the city that I come from. Rotterdam West Spangen represent for life. Dus we kwamen uit Zandam. Zandam Zuid, ja. En naast Albert Heijn daar. Terug naar Antwerpen, overal naar school geweest. Ik ga even naar Guapa kijken. Wat voor meisje was Guapa op school? En is Guapa anders op school toen dan op straat of is Guapa hetzelfde? Guapa is letterlijk overal hetzelfde behalve thuis. My mother is not having it. In Arami. In Aramsein. In Aramsein. Je kreeg klappen thuis. Nee. We gaan eerlijk zijn hier. Ik heb alle klappen opgevangen. En ik keek. En omdat ik ouder ben. Ik leerde van die klappen. Ik kreeg klappen. Zij stond daar, achter mijn moeder zo. Lekker voor je. Voor shit, die ik heb gedaan, weet je. En nooit
Ja, dat is een zus die dat deed. Jij nam gewoon die klappen. Allee, jij had ook geen ze sloeg mij, hoor. Ik, kijk, weet je, ik ben de oudste. Ik ben de oudste, dus. Ik ben ouder dan haar. Een we verschillen maar 11 ja, maanden, maar sowieso, je weet... Veel verantwoordelijkheid in shit. Sorry dat ik je onderbreek. November? Ja. Shit. Want 11 zei, maanden. Nee, 11 maanden, dus ja, het is of... Ja, maar, ja, maar, vol. Ja, maar de datum... Minus maar, 1. Maar, jij zei iets van toen, 26 oktober of zoiets. Nee. Dat was, ik was 26 november, maar ik was zo enthousiast. Nee, 26 oktober ben je niet vergeten, hè? Nee. Hey. Scherp. Ja, 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 11 oktober. Ah, maar oktober is dat, juist. Ja. Wapenstilstand. Is dat 11? 11 oktober. Nee. Is dat november of oktober? Oké. Okay. Zijn maar jij wist dat, wat zegt je? Nee, maar oké, okay, in Antwerpen, oh, schoolgedrag, uiteindelijk tot hoe ver ben je naar school geweest? Ik ben gestopt. Na het vierde, omdat ik toen moest zakken naar TSO, van ASO naar TSO. En ik dacht bij mezelf, dat wordt hem niet. Gaat hem niet worden. Gaat hem niet worden. Ik was goed in wiskunde en de GB en zo, fysica en die dingen. En ik moest integraal en die dingen. Integraal is zo'n zes. You got a memory. Yeah, I never. You got a memory on you, boy. Integraal, hè. Maar, ja... Toen ben ik gewoon gestopt, ik was 17, ik ben gestopt met school. Heb jij spijt ervan? Nee. Waarom niet? Want ik weet dat het toch niet anders was geweest. Ik had nu eenmaal attitudeproblemen en ze zeiden sinds het eerste middelbaar, zeiden ze van... Nu kom je er nog, je weet toch, je komt ermee weg elke keer, want je doet gewoon je examens goed en shit. Maar op een gegeven moment gaat het ophouden, want je attitude speelt een hele grote rol en blablabla, je gaat werken, lalalalalalala. En ze hadden gelijk, dus... Maar als jij het terug opnieuw kon doen, je door je tegen de same path je took, of zou jij het anders doen? Absoluut. Oké. Kijk, het ding is... Ik kan niet, nog steeds niet, hè. Ik kan niet, ik ben heel snel afgeleid. Als ik gewoon andere leerlingen zie, dan klaar is het feest. Snap je? En ik kan niet kijken of ik moet gewoon letterlijk privéles krijgen. Alleen dan zou ik echt zo normaal kunnen doen. En zelfs dan zou ik heel altijd cracking jokes with the teacher. Want voor mij, ik kan niet zo... Het kan niet rustig gaan. Niet 8 uur per dag in ieder geval. Ik ben benieuwd wanneer jij moeder wordt, hoe jij dat zou aanpakken. Ja. Kolonel. We weten niet of ik ooit moeder ga worden. Hey, kolonel. Ja, de soldaat. Weet je nog? Nee. Mijn kinderen gaan tegenover sir, mij yes, sir. Kapitein, inderdaad. Maar weet je, maar er zijn wel bijvoorbeeld uw kinderen, stel u voor, u weet, alleen God weet dat jij kinderen hebt en later komen ze in dezelfde positie als u, welke raad zal jij hun geven? Kijk, mijn kinderen moeten sowieso naar school en ze moeten slagen en ze moeten hele hoge niveau doelen. En mijn kinderen gaan echt geen domme achterlijke kinderen zijn die... Holla. Ben jij dom in achterlijk? Nee. Voilà. Wacht, laat me mijn zin afmaken. Dom achterlijke kinderen die in BSO en shit geduwd gaan worden. It's not gonna happen. Maar BSO, kijk, ik snap wel waarom veel mensen denken, ah, ja, BSO, maar nee, maar people. Maar people. Nee, Charlie. Maar people, maar sisters, nee. En maar brothers. Nee, maar sisters. Well, you're my brother. Ja, maar sisters, oké? Okay? Ja, cool. You are brother. All I had to do. My sisters. Oh, door u. Bezo. Bezo, ja, bezo. Nee, weet je, nee, maar facts. Maar veel mensen doen dat. Ik ga geen leerkrachten doen dat ook. Ja, duur het systeem. Maar bezo is ook niet... Bezo is echt laag. Dat is niet alleen, dat is niet van laag. Dat is gewoon, je gaat minder doen dan... Ja, dat is een laag niveau. Ja, maar dat is niet noodzakelijk laag. Jawel. Het is heel laag. Het is heel laag niveau. Ik denk persoonlijk dat ik uiteindelijk bezo had gedaan als ik hier was. En trust me. Oké, schat, wacht even. Aaron, consider myself minder dan de ander. Nee, maar dat is ook niet wat ik zeg. Wat ik zeg is, BSO maakt je hersens dood. Dat is wat, omdat ze, weet je waarom? Want veel van die jongeren denken van, als ik in BSO beland, ik ben sowieso dom. Nee, je wordt dom. Ja, omdat je intelligentie wordt niet elke keer getriggerd. Bro, ik zat in BSO voor 3 dagen, hè. Zeg maar, ik ben vrijwillig. Midden van het jaar moet ze tegen mij zo persuade me. Dat ik beter... Wacht even, 3 dagen. 3 dagen. Niet maanden of weken. Nee. 3 dagen ja. Na die kerstvakantie. Je weet toch? Ze zeggen tegen mij... School begint in september, gewoon het alleen. Nee, na de kerstvakantie. Dus ik deed al tot de kerstvakantie. Ja, en dan, je weet toch, helft van het jaar...
Jij hebt een andere richting ervoor, bedoel je dat? Ja, ik zat gewoon aan zo wetenschapwiskunde. Dit was tweede middelbaar lid. Zeggen ze tegen mij, als je het wilt halen, dan moet je echt zakken naar BSO. BSO. Wat heb ik gedaan? Ik heb naar ze geluisterd. Ik dacht nog meer spelen in BSO. Ik ben naar BSO gaan 3 dagen. Hé, die juffrouw zegt 2 tot de 2e. Ja? En heel de klas is stil. Nee. En mevrouw, ik begrijp dat niet. Oké, mag je één ding zeggen? Hey. Kijk, je hebt een mooie woord. Je hebt een hele belangrijke woord gezegd. Als je het wil halen, moet je naar BSO gaan. Met andere woorden, je kunt ook je jaar overdoen. Ja, zeg maar. Maar ik was er door, hoor. Aan het einde, ik teruggaan naar ISO, ik was er door. Voilà, maar je moest naar BSO gaan of kon je ook het jaar overdoen? Nee, midden van het jaar zegt ze tegen mij, luister, hoe je rapport er nu aan... Kijk, wat ik deed is, ik hing het uit. En dan op het einde ging ik zwaar knallen, elke nacht, die juf, nachtje door en zo. De examens gewoon 70%, 68% klaar. Dat Frans 50%, je weet het, ik ben slecht in Frans. Maar Mohim, ze hebben niks te zeggen tegen mij. En door. En I got it, like. So, that's how it's done. That's how it's... That's how the school system works. Ik vind ook soms boezen ze mensen naar daar. En buitenlanders maar en gekleurde mensen. Veel mensen een slechte beeld hebben over BSO, persoonlijk. Dat is mijn mening. Trust me, like, ik ken mensen die gewoon BSO geslaagd zijn. En they probably doing better than a lot of these motherfuckers. Okay, that could be very true. But op het moment zelf? Ik denk ook gewoon dat elke mens zijn hersenen moet gebruiken. Dat is wat ik denk. Snap je? Ik kan er niet tegen dat er mensen zijn die niet nadenken en shit. Maar is toch onmogelijk? Tuurlijk nee, wel. Dat is dus echt mogelijk. Om niet na te denken. Niet nadenken. Ja. Er zijn mensen die niet nadenken om na te denken. Gewoon, je stelt je vraag, bro, ik weet niet, man. Ja, denk mooi. Even aan, man. Gebruik je hersenen. Snap of je? Het feit bijvoorbeeld dat mensen heel veel typfouten maken. Bijvoorbeeld, ze maken heel veel spellingsfouten. Typfouten op via telefoon. Ja, dit is toch maar gewoon telefoon. Ja, als je zo verder gaat, jarenlang. Geloof me, je gaat je spelling vergeten, hè? Zuster, ik ben zo. Waar denk je echt dat ik hier mijn tijd... Accepteer, dat is fout. Jij weet wat ik bedoel. Ja, maar snap je? Kijk, iedereen heeft zijn eigen prioriteiten. Maar het schoolsysteem, het is een feit. Dat schoolsysteem, they try to dumb us down. And that's a fact. En BSO, dan het is altijd... Strijken? Kom op, man. Strijken is een les? Kom op, man. Strijken. Dat deden we die 3 dagen. Maar besef dat er zijn 36-jarige mensen die niet kunnen strijken. Ja, maar dat is geen probleem. Dat is geen hersenprobleem. Nee, maar... Basic shit. Bro, we moesten 4 uur lang strijken. Dat is niet normaal. Ik krijg letterlijk flashback en ik word gewoon para. Het kan niet dat ik moet strijken, dat ik 4 uur lang strijken. Iemand anders vindt dat wel leuk, strijken. Ja, maar dat kan heel leuk. Dat is heel leuk en aardig, maar je gaat niet naar school om het leuk te hebben. Alleen maar als je Ruina gaat doen. Klaar. Kijk, er is voor iedereen een niveau. Er zijn mensen waarvoor een BSO een geschikt niveau is. No shade. Mm-hmm. No shade, natron shots. BSO, TSO, ISO. Voor ieder wat wils. Oké? Okay? Voor ieder zijn eigen niveau. En voor mij geen BSO. Oké. Okay. Ja. Geen BSO. En voor mijn kinderen ook. Ook niet. Dat is Jij kunt dat tussen haakjes alleen controleren door hun mee te praten uiteindelijk. Maar, ja, door ze gewoon. Maar niet iedereen had dat. Ahmoud, die jij niet hebt gekregen. maar niet iedereen had dat. Hè. Niet iedereen heeft dat. Zo ouders die ofwel mee zijn met de taal ofwel mee zijn om te opvoeden. Ja. Ouders moeten op een shift te werken en die kunnen niet altijd mee. Maar u bent aan de beurt. Wat was de vraag? Ja, schoolheid. Natuurlijk. Schooltraject? Schooltraject. Tot waar zit de haai gewoon? Oh, ik zei een kiekje. Amai, Rotterdam is precies weggegaan. Oh, ik woon een keer al. Zie je, rust het, hè? Nani, hè? Nani, kom. Die wonen hier in Rotterdam. Die met mijn chocodazen rammelen, hè? Ja, zie je, dat komt ervan als je al 12, 14 jaar oud. Kom, vertel me. Ja, ik zei een kiek begonnen met Latijn. Okay. En waarom ze er aan? Ik zie nog steeds slim, hè? Ja, dat was maar zoek, hè? Het is Lara Asina. Dus voorhoofd, hè? Dat is goed gevuld, hè? Kom, het is Lara. Dus ik ben begonnen met Latijn en dat was ook weer het typische verhaaltje, de trapje. Je begint hoog, je gaat lager. En dan ben ik uiteindelijk geëindigd, beland in TSO. Welke richting deed ik? Toerisme. Ja, want ik ben goed in talen.
ik ben niet zo sterk in wiskunde. Dus toerisme was een... Ik heb eerst humane wetenschap gedaan. Ook weer van school veranderen elke keer. Mm-hmm. En op 15 jaar begon ik echt heel erg gedragsproblemen te vertonen. How come? I don't know. I don't know what the real reason was. But ik vond school gewoon echt niet leuk. Ik was heel snel schoolmoe. En ik had ook het gevoel dat ik te slim was voor school of zo. Ik was echt te slim. Ik deed geen huiswerk, ik lette niet op, niet echt op in de les. En alsnog haalde ik goede punten en ik was snel verveeld. Dus ik ging andere dingen doen, ik ging spijbelen. Oh ja. En ik was een spijbelaar. Ik was spijbelaar en ook echt een uitslaper en laat wakker blijven. En you know what's up. Zie je wat een tweede interview uitbrengt? Deze. Hey. Jij was echt een spijbelaar. Ja, ik was echt een spijbelaar. En laat komen, mijn pagina's van mijn agenda waren echt vol. Voor- en achterkant en nog een bladzijde erbij van te laten komen. Ik had geen respect voor school, voor de tijd, voor... En hoe komt dat? Of hoe kwam dat? Gewoon een beetje... Ja. Kijk, het antwoord daarop... Dat hoeven de mensen niet te weten. Maar stay in school. All right? You got a different thing. Ja, kijk, ik ben in het vijfde gestopt omdat ik... I have some legal issues. You feel me? Laat ik kon niet naar school gaan. Maar ze Don't let me out, hey, oh. Don't let me out, I'm locked up. They won't let me out, oh. They won't let me out, yeah. Hey. It takes the long as I come, but... See you guys. Maar ja... Ik moest dan op een gegeven moment gaan werken. Je dacht, een taak was aan werk, zeg? Gewoon werken. Oh, dat is toch wel. Je locked up, werk, dat komt. I did not say I was locked up, you said that. Okay. I just said I faced some legal. Je was mee aan het zingen. Ik dacht, la 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 la. Nee, dat was echt gewoon net zo. Nee, je was locked up. Nee, oké. Maar ja, oké, je bent... Na school eigenlijk, nadat je begon te werken, dat is wat je ja. Okay. Ja, ik moest ook wel werken, maar... Dus zoals ik... Maar daarna ging ik werken. Ik was gewend aan geld verdienen. Werkster. Ik deed andere baantjes en... Baantjes? Ik was het gewend om geld te verdienen, snap je? Zimmen? Baantjes of... Baantjes trekken. Jobs. Oh. Jobkies. Ja. Ja. Duidelijk, hè. Jobs. Werken, hè. Baantjes. Okay, ja. Allee, okay. Je weet wel. En op een gegeven moment was ik dat zo gewoon van geld te hebben... dat ik niet meer terug naar school ben gegaan. En ik eigenlijk heel erg money-focused ben geworden. Op jonge leeftijd. Ja, en ik heb nooit het gevoel gehad dat ik uneducated ben of... Weet toch? Dat ik scholing tekort kom. Absoluut niet. Ik bedoel, ik heb het zesde jaar gemist. Wat doen ze in het zesde jaar? Gip. Ik heb niks gemist. En hogeschool en unief en zo? Op dit moment is het ook niet echt mijn... Nee. Misschien later als ik 50 ben of zo en ik verveel me. Maybe. You know. It's never too late to study. What? But right now, it's not my... Maar wij weten hoe oud u bent? Sorry? Maar wij weten hoe oud u bent? Of? I'm 20... Nee. Ja, nee, 25, sugar, don't age. 25. Dus nog 25 jaar te gaan. Ja. We zijn 50-jarig in een in Universiteit van Antwerpen. Ze zijn wel eng, man. Ze hebben weird. Nee, dat is wel waar. Ik zat echt zo op hoge scholen. Dus ik ben veel oud. Ja. Het is nooit te laat. Zijn jullie Marokkaans opgevoed? Allee, wij zijn Marokkaans opgevoed. Ja. Wij zijn islamitisch opgevoed en echt Marokkaans opgevoed. We zijn echt Marokkanen. Ja. En kunt u een klein beetje uitleggen wat dat exact betekent? Want zelf weet ik niet. Congolees opgevoed betekent, je doet iets slechte rammel met riem, slang. Ja, met alles, oplader, laptop. Slipper, polepo. Die gooien dat op u, die maken dat kapot, die worden nog bozer. Ja, die worden bozer omdat het kapot is, inderdaad. Nee. En daarna, als je naar hun kijkt... Volgens mij is dat gewoon Afrikaans opgevoed. Je moet gewoon... Maar allee, bij wijze van spreken, maar wat is Marokkaans of islamitisch opgevoed? Wat betekent dat? Kijk, wij zijn... Kijk, wij zijn Arabisch. Wij zijn eigenlijk Berbers. En we zijn Arabisch opgevoed.
Dus we spreken beide talen ook. En allebei de cultuur, de Berbers en de Arabische cultuur, is een pittige cultuur. Ja, het is een cultuur met veel waarden en normen en een rijke cultuur. Dus heel veel dingen kunnen niet vanwege de cultuur, of moeten juist wel vanwege de cultuur. En dat is gewoon hetgeen waarmee wij zijn opgegroeid. En we hebben heel veel liefde voor onze cultuur. We hebben heel veel liefde voor Marokko, voor Marokkanen, voor Afrika. We love who we are. Met andere woorden, als jij zoiets hebt, begrijp ik, dan, ik wil daar niet controversieel iets van maken of zo. Zeg maar hoor. Ja, oh, sorry. Sorry. Nee, ik bedoel, jij leeft de opposite way of your own culture, dat is wat jij wilt zeggen. Right now? Het is niet dat jullie het slecht doen, ik bedoel. Not really. We look different. Like, we are. Kijk, we zijn Marokkanen die opgegroeid zijn in Spanje, in Rotterdam. Er zijn heel veel invloeden van buitenaf. Snap je? En dat is facts. That's some shit that you cannot deny. Wij... Safi klaar. Safi klaar, inderdaad. Safi klaar. Don't care. Heb je contact met familie in Marokko? Jazeker. 100. Heel veel telefoontjes, heel veel money transfers. Hoe is jullie band? Met de familie? Nee. De twee zussen. Onze band? Zijn er ruzie soms? Mag ruzie? Ja, dat is normaal. Ja, wie is de most, like the one that's going to talk a lot of shit? Talk a lot of shit? Van, bitch, you was the one doing that shit. We got a witness right there. Ja. She witnessed a couple, you know? Mag ze daar antwoorden van wie is de ones that... No. Als zij toestemming geven, zal ik een antwoord? Ja, mag ze. Ik kan daar geen antwoord geven. Oké. I don't think they talk shit. She's a loyal chick. Thank you. She's a loyal friend. She's a G. In de auto gaat ze zeggen, papa, jij gaat praten eigenlijk wel veel. Papa, jij bent er niet. Maar als in de auto niemand heeft dat gezien. Nee, niemand praat veel. Ik zeg je eerlijk. Nee, niemand praat veel. I was a shit talker with my brother. Ja? And I used to whoop his ass. You used to? Whoop his behind. mijn broer haat mij. Maar nu is mijn broer reus. En dan change, but hij is nu weer reus. Hij is jonger dan jou. Ja, hij is 4 jaar jonger dan mij. Ik ben 31 trouwens. Dus, Maar je hebt dan, denk ik, lang de leiding gehad over hem. Lang? Nog steeds. Oké. Maar dat is mijn broer. Dat is... Zoals jullie, teamplayer, behind closed door, we probably fight. Left, yeah. You know what I mean? Kijk, we fight, but never physically. We never really throw punches and shit. Nee, vroeger. Mogen we tenminste weten... You can cash these hands. You can cash whatever. Hey, ik maak geen grap. Zij gooit letterlijk kandelaars in de ogen. Gewoon mentale... Jij was degene met de hands. Nee, ik was degene die zo... Als je dat gooit, dan ga ik opstaan, ga ik je haar van je hoofd trekken. En dan die kandelaar. En dan krijg je niet die kandelaar. Maar weet je, ze zijn maar 11 maanden apart, dus we zijn eigenlijk even oud, hè? Maar we zijn, er is wel een verschil in opvoeding. Tussen ons twee is er wel een verschil in opvoeding, zeg maar. Ik ben wel echt zo de oudste. Ja, en van mij werd er echt zoveel verwacht. Ja, responsibilities. Ja, that's just the little sister. That's that. Maar vandaag hebben jullie een zware... duo. Jullie zijn geen duo, maar jullie zijn familie, zussen van elkaar. Mm-hmm. En nogmaals, mensen kennen jullie. Vandaag was nog een bewijs ervan. Ik denk dat mensen op Linkeroever niks kenden buiten Linkeroever. Als je dan... Maar zijn we alsnog kennen ze ons. Snap je? Ik ken wel alle mensen die in de kroeg wonen. We zijn niet persoon die... boeit me niet wat er in de stad gebeurt of zo. Snap je? We got enough talent. Hey, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Voetbalploeg, alles is hier, studio's, blablabla. Dus ik was een klein beetje verrast dat die jonge gasten... Die hebben allemaal TikTok. You knew we were popping. You been knowing. Anders zaten we hier niet. Ah ja, dat gingen we nog beantwoorden. Holla, stop that right now.
Luister, luister. I didn't even know you existed. You asked me. Hold up. You asked me. How come you accepted? Yeah, hold up. Being you don't here. Answer that, big. You just I feel honored. I feel honored. I feel honored that chat. Hold up, babe. All the honor should be like completely upset. I didn't even know you existed, but I didn't know these bars existed. So you automatically knew I existed. Oh yeah, your brother. My brother. And he had a video of a blasting poem, a solo video, of one of the selfies that he had on a selfie, so on Instagram video. I don't remember, but I was pretty smart with it. That's why I know her name precies. And I knew about her. And vandaar de dag om u hier te zien en al die shit talk, dat maakt me blij. Want dat shit like 2-3 years ago precies. En I fucks with that. That's not to downgrade you, I just say I met her first. I maar did daarna, not feel downgraded at all. Maar daarna, mijn homegirl nu, the one, that's my homegirl now, because you know, we talk. I mean, and not on no flirt shit, none of that shit. Nah. On some bro and sis type shit, terwijl ik haar niet zo lang ken. And even about dope. Het is niet gewoon die interview shit. And that's why it's an honor for me to have you. So stop that. All like shit, level shit. Maar terug naar. Dus ik wist she wel. Was just playing with you. Nou, natuurlijk. Dat is wat. Als ik je bericht heb. Hij weet. Maar uiteindelijk is dat wel papa. En dat is dope om te zien. Twee Rotterdamse meisjes die naar Antwerpen zijn. Maar we representen sowieso Antwerpen. Ik heb liefde voor Antwerpen. Natuurlijk, jij woont hier misschien heel je leven nu ondertussen. Meer dan de helft. Meer dan de helft. Ja, niet proberen. Safi klaar. Nee, maar u zijn ondertussen... Allez, u zijn ook... Kan ik jullie TikTokkers noemen? Nee. Noem ons geen TikTokkers, artiesten, geen influencers. Artiesten. Wij zijn artiesten. Oké, artiesten. Jullie maken muziek. Ja. En wat doen jullie nog? I got a beauty salon. Oké, you got a beauty salon. Ja. Yeah. Hier in Antwerpen? Antwerpen, ja. Waarom niet in Rotterdam? Mevrouw Rotterdam? Ik ga dit doen. Wat doe jij hier eigenlijk? Why are you not in the Bronx? Nee. It's Brooklyn. Brooklyn. Yeah. Brooklyn. 718. In Brooklyn. 11206. New York. Maar ik ben daar niet meer welkom. What? Ik ben daar niet meer welkom. Nee. I did jail time, nee. Ik heb gehoord dat jij... Ik heb over jou gehoord. Goeie ding is, ik werk met de jongeren ondertussen. Riverside Studio. Goed dat je 12 maanden... In een isolatiecel heb gezeten, ja. Ja, rough, but I was some light to a giant. Because it made me the man I am today. I mean... That's crazy. No, that's not crazy. It's crazy. 12 months a year. Weet je wat crazy is? In diezelfde box, shoe, special housing unit. CP's wandelden zo voorbij. Ik had een jaar. Dat is misschien andere mensen die 15 jaar daar moesten doen. Of sommigen die levenslang moesten doen. Wat deden ze? Zij werden exot. De shit in their hand. CP's wandelden. Ja. Oef. Wayo. I was cool. I was laid back. In een jaar ben ik uit. En binnen een jaar was ik ook uit. Voor een 30 euro. Ja, nee, maar... Dus ik always talk that shit lightly, because... Ik ben mijn haren verloren ondertussen. Hè. En ik lach er altijd mee. Maar that's That's of course. I mean, but stress kan veel doen. Tuurlijk. But, you know, I'm actually doing good. Ik ben blij dat dat gewoon de harde zijn. Ja. Niet in mijn leven. Want... Ja, inderdaad, alhamdulillah. Ja, ik zie soms... You don't look washed up. No, I do look kind of fat, but you know, I'm still like... But you know, that's a sign of a good life. We don't really... You eat. My favorite rapper was fat. No. Was... Hij is dood. Biggie. Mm. Maar terug naar jullie. Dus jullie zijn artiesten. Mm-hmm. Fuck haar. Ik kan niet zo zijn. Wie is jullie lievelingsrapper? Hey, zelfs ik weet het zelfs. Ja. Ja. Mooi, terug naar jullie zusters. Dus ja, jullie zijn artiesten. Maar wat nog? Want jullie doen niet alleen muziek. Stop only talking about music. What you mean? We actors. Okay, thank you. Actors. Okay. Maar muziek, waar is de inspiratie gekomen om muziek te maken? Wat voor soort muziek maken jullie voor de mensen die dat niet weten? Wij maken muziek. Dat eerste praat u vooral... ook zo zacht als je muziek doet? Absolutely not. Voilà. Wij maken muziek dat voor iedereen is. iedereen...
kan naar onze muziek luisteren. Letterlijk iedereen. En they will feel... They will feel, yeah, they will feel gangster. They will feel empowered. They will feel like they got confidence, everything. En wij maken hip-hop muziek. Engelstalige hip-hop rap muziek. En waarom Engels, Guapa? Waarom Engels? The answer to that is pretty simple. Why don't you take the mic? Yeah. There's not a lot of people that could say they grew up in the Netherlands, in Antwerp, and got a dope accent like this one. You know what I'm saying? So it's exactly. If we don't use it and make music and profit off of it. Thank you very yes. much. You're welcome. Yo, ik heb veel Marokkanen als vrienden. Ik ben opgegroeid met Marokkanen. En if I tell you, not a lot of my Moroccan friends speak English. Ik kan er misschien een paar opnoemen. Wie? Dat is een leeuw. Puntis. Marokkanen zijn slecht in Engels, klopt. Nee, ja, maar de Marokkanen in Marokko, onze fans die ons volgen vanuit Marokko, die kunnen gewoon Engels. Maar ik denk dat is echt Marokko dan toeristen en... Volgens mij is dat een linkeroever ding of zo. Don't do that. Linkeroever, Marokkanen spreken Lingala. Ja. How about that? Maar daarom zeg ik... Maar how about that? Marokkanen spreken Lingala. And that's impressive. Yeah, you try to talk. Yo, oh, Chamala Mela. We spelen linkeroever. Nee, ik spreek niet met linkeroever. Ja, nee, maar ik ga niet liegen. Marokkanen hier spreken echt Lingala. That's because... Zoals Sweet ja, Mercy. Sweet Mercy. Zoals een Marokkaan. Ja, of niet? Ja. Ik spreek ook een klein beetje. Dus wacht, Engelstalige muziek. Oké. Dat is ook gewoon nationaal, internationale muziek. Everybody is kind. Je kunt naar Congo gaan en daarna spreken en mee communiceren. Dat is wel waar. Als je gaat kijken, ook het meest interessante. Is Engelstalig. Engelstalig. Because it goes with it. En ook meerdere landen. Jammer precies, genoeg. Daarom. I mean. Maar van waar komt die liefde van voor muziek? Het zit gewoon in onze DNA. Het zit gewoon in ons... In die DNA zit bloed. Het zit in ons bloed. Oké. Trailer moment. Nee, van waar die liefde? Van waar nou? Zit in ideeën nou, zoals jij zei. Ja, omdat gewoon... Kijk, bij Marokkanen houden sowieso echt... I mean, it's safe to say... The Moroccans love music. Ja, eten, gezelligheid. Ja, dansen, gedaan. Ik bedoel, kloppen, altijd geklopt. Snap je? En zingen en zo. Dat is echt iets heel Marokkaans. Mm-hmm. Ja. En sinds we are Moroccan, you know. You know? Nee, even serieus, kijk. Onze moeder en zo. Ik wil eens iets zien. Ja, onze moeder heeft ook een hele grote passie voor muziek, zingen. En al het creatieve, ook acteren en zo. En schrijven. Ja. Onze moeder was een schrijver. Ja, echte poëzie. Boeken of? Verhalen, dus kort verhalen, poëzie. Te vinden nergens of gewoon verhalen? Nee, dat was het. Dus zij heeft gekozen. Ja, ze heeft gekozen voor haar religie. Okay. Dus ze heeft gekozen om dat nooit te openbaren, nooit te uiten, nooit op die passie. And here we are! Today! Dat is niet een vraag die ik had genoteerd, maar jij hebt juist iets gezegd. Religie. Mama was... Ja. Door religie heeft zij niet besloten om... Ja. Ja. Maar vandaar dat ik sommigen zeggen... Religie, muziek is zo'n moeilijke combinatie. Tuurlijk. Ik weet niet waarom. Ik in de feiten... Ik weet wel waarom. Muziek is haram. Punt uit. Okay. Ja. Het is een afleiding ook. Oké. Okay. Ja. Het is een hele grote afleiding. En muziek kan je ook triggeren om je van het rechte pad af te halen. En ook wat je promoot in je muziek is ook heel... Snap je? We promote violence. And stuff like that. And then you promote bumping and grinding, the shit is pissing me off. That's what you said. No, that's what the lyrics said. Sister. In 8-3. Yeah. En die andere hier heeft mij gecorrigeerd. Maar, nee, maar oké. Okay. Come again, come again. Nee, ja, ik heb dat niet verbeterd. Dus ik ga dat weer fout lezen. Yeah, no. But it's cool. Maar ja. Oké. Okay. Hadden jullie favoriete artiesten, los van jullie inspiratie als moeder? Ja, ja, ik kan niet één favoriete artiest. Kijk, toen ik jong was, wou ik 50 Cent zijn.
I wanted to be G-Unit. Mensen willen J-Lo en zo zijn deze. Nee, nee, ik wou 50 Cent zijn. G-Unit. Hey. Ik vond het gewoon echt hard en gewoon Shady Aftermath. Ik vond het echt de shit. Ik zat gewoon te kijken, echt. En ze kenden alle bars. Bars, ja. Ik elke ging letter. Alle bars opzoeken. Van elke track die toen popping was, ik moest de lyrics kennen. Mijn lievelingsliedje is Many Men van Fifth. Ja. Doe eens. Dat is een classic. Many men wish death upon me. Blood in my eyes, dog, and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be, but niggas trying to take my life away. I put a hole on the brother for fucking with me. My bad, but no wall, nothing. G-G-G, you nick. You better watch how you talk when you talk about me. Cause I'm gonna. G-G-G-G-G-G-G-G. Hey yo, hey yo, hey yo, bring it. Nee, ik was ook een G-Unit fan, eerlijk gezegd. G-Unit, wauw. Toen zij zijn gewoon. En toen Olivia kwam, I was like. And then, a woman? Weet jij. I'm Olivia now. Nee, I didn't want to be maar Olivia. Maar over Olivia. Weet jij, Olivia, zij is gekomen toen met die candy shop, dacht ik. Of soms ja. Ja, candy shop. En ik ben naar New York gegaan toen. En moest wat er toen is gebeurd met haar nu gebeuren, gingen ze veel mensen cancelen. Er was een rumor dat Olivia een man was geboren. En toen de game beef had met Viv, hij zei, yeah, yo, you better tell that nigga, Olivia the show that she got a dick and all that shit. Moest dat vandaag zijn gebeurd. En game did some shit like that, wow. They was gonna cancel game. Yeah. That's cancel culture. Like, cancel culture is going on. Beyond the bars, right, heeft hij gezegd, Olivia used to be a man with a dick. Facts, that's home. Allee, dat is niet home. But she's a woman. Maar dat was wat de game cancelen, moesten dat vandaag de dag hebben gezegd. Wow, ik herinner me nog 300 bars. Hij heeft grap voor de neus. Maar mooi. 50 Cent. Wie wou 50 Cent, Eminem, everybody. Eminem. Wow. Je zus wou 50 Cent worden. Ze wou 50 Cent zijn. Ja, ik wou 50 Cent zijn. Snap je? Ik wou hem zijn. Als kind, ik wou Beyoncé zijn of zo. Een van de diva, you know. Ze is mijn huis voor de gekomen. Dat is niet. In de streets. Scold daar hier in die streets. Juist heb ik haar horen zeggen dat het heel warm was hier. Ja, maar nu ben ik afgeschoten. Ik was wel zenuwachtig hier. Waarom? Voor u. Hoi, ik ben mijn broeder van de hood. Is wel camera's hier? Dat wordt wel opgenomen hier. Ik heb roodjes thuis. Dat heb je deze? Roodjes? In je les? Ja. I'm from the hood, man. Like, I wake up on it. What's up, roach one? What's up, roach two? Yeah. Roommates. Fuck with no roaches. Oh, nee. Hell no. Fuck with no. En zeker die vliegende roaches. Ja, damn it. Nou, weet je echt dat je in de hooi bent, hè? Nee, ik heb dat niet. Ja, ik heb dat niet. Ik heb wel ooit gewoond ergens in stad waar de raarste shit waren. Daar. Waar in stad? Niet te hoog. Nee, perfect. Naast Overandestraat. Ja, maar Overandestraat. Oef, ik heb... Ratten, roaches, fucking stinkdieren. Ik zag ineens zoiets voorbij gaan, maar ik had een move. But like, you been to New York, so you see raccoons and shit. Nee, ik heb wel, kijk, Nola, wat je nu zegt klopt. Ik heb licht ooit, ik was 15, licht aangedaan. Ga je zien, was bij you shit. Nola, nee, 1000 misschien te veel, maar honderden. Roaches? Ja, roaches. Ja. Oh my god. Hold up, hold up, hold up. We leven in een view, dat is nou echt. Ik ben ook zelf enthousiast om hier te hebben. En kijk uw gezicht. Hey, blijf rustig. Hè. Die zijn hier niet. Dat is maar een vrouw, zuster. I can't. Ik ga dat terug eens proberen. Hè. Maar nu ga ik dat juist proberen. Oké, okay, probeer. Shit. Weet je gaan? I'm way sicker. And I think... You got one strike. Well, nee, weet jij, doe jij dat maar. Ik maar één strike. Wacht, I'm way sicker. Ik ga dat fout lezen. Ik ga dat fout. Zo had ik dat geschreven. I'm way sick and I think bigger. Bounce one, two step with your brother. Are we a giver? A Jennifer's... Jennifer. Ik had echt Jennifer. Maar dat is eigenlijk een genuine tipper, was het? A big Moroccan girl, call me gold digger. En nu, kun je dat juist zeggen alsjeblieft? A big Moroccan girl. Maar big, niet big van hoe jij big denkt. I'm thinking big qua statuut. That's okay, but it's just... That's what I thought. It's fun. You, I think it's time that you speak your bars. Yeah.
En in de micro deze keer, hè? Daarom heb je ook niet gehoord. Misschien heb je ook opgenomen naast me. They will hear me. I'm way sicker and I think bigger. Bounce or die, I want to step with your nigga. Oh, he a giver, a generous tipper. I dig Moroccan gold. Call me gold digger. Let me do it again. If you do it again, I'm asking that. Don't do it. Yeah. He heard the first time. Nee, er was zo, toen jij zo een bepaalde woord had gezegd, heb je dat zo met precies met vetgedrukte letters gezegd. Dus laten we er gewoon. That's because it's the last nee, word. Nee, nee, maar weet je, het is, weet je, ik had dat verkeerd, maar hoe ik dat had geschreven, vond ik wel dope. En hoe jij nu zegt, vind ik nog dope, because you, en ik ben echt een hip-hop fan. Mm-hmm. And you took me out, it went over my head. And I gotta give you props for that. Thank you. You need, you do. If I had a flower right here, I gave it to you because you deserve flowers. Because niet veel lyrics kunnen mij... That's so sweet. Ja, inderdaad. Maar sweet ben ik zelf niet, maar ik zeg wel sweet. You're definitely sweet. You're definitely sweet. Your hair color is sweet. I'm not sweet. Nee, nee, maar echt eerlijk, ja, dat was over mijn hoofd. Want nogmaals, ik ben echt een hip-hop fan. Ik kijk naar battle raps en... Not a lot go over my head. En nu heb je dat zo uitgelegd. Dank je wel. En I respect that. Dank je wel. Keep doing that. Keep spitting shit that go over the head. Thank you. En ook hoe jij met energie... Zoals je zegt, jullie zijn zelfzeker. En especially when you explain it. Maar nu gaan we even naar Punchline Queen. Thank you. That's my home, girl. Wanneer ga je eigen Punchline Queen noemt, wat bedoel je exact eigenlijk? Wanneer? Moet je dat exact zeggen? Ik ga je zeggen, ik denk dat je... Nee, wacht. Ik denk dat je deze laan aan het uitleggen was. Met die bumping and grinding, the shit is pissing you off. Ja, die lijn. Ja, en toen heb je dat geroepen, dacht ik zelf. Punchline Queen! Ja, die lijn, you have to give it to me, like... Nou, I give it to you. Die bar is echt... Die is heel hard. Wat is daar, wat zie je daar? Ik wil niet omdraaien, zeg. Nee, er is geen insect. Nee, ik was aan het kijken naar ik was aan het nadenken. Nadenken. Oké, ik dacht, want ik zag zo. Jij houdt toch van mensen die nadenken? Dus ik ben aan het nadenken. Nee, weet je, het was... Voor België... Nee, ik ga het niet zeggen voor België, want België is een hip-hop land, eerlijk gezegd, Engelstalig. Ja. Geloof mij. Maar er zijn gewoon weinig kansen. Er zijn weinig platformen. Ja, weinig platformen. Maar geloof mij, als het gaat om Engelstalig, ik vind dat België wel een... Like, en ik heb het niet over Future komt optreden, nee, ik heb het over hip-hop artiesten. Ja. Dat is zaalvol bij wijze van spreken. Daarom, België is wel een land die opletten. En dan heb ik niet over de nieuwe generatie misschien, maar wel de oudere generatie. Mm-hmm. En ik vond dat eerst en vooral chapeau dat je dat doet, hè? Dat je dat uitlegt. Like, you want to interact with your fan. That's how you... That's the real artist. Yeah, and I want people to understand... What you say. Wacht. Er zijn mensen aan het kijken die geen Engels kunnen. Er zijn sowieso mensen aan het kijken die geen Engels kunnen. Dus ik ga niet met... Ik ga niet mijn Engelse bars... I'm not going to explain it in English, because that would be... Dat is waar. You know? Dus... Die R. Kelly? Ja, zeg maar. Dus ik wil dat mensen begrijpen... hoe die punchline... wat de punch is. Snap je? We schrijven harde punchlines, oké? Okay? Guap en Sugar, wij geven om onze pen. Like, we really... We push our pen. And we push out brain cells. It's like, okay, die punchline moet harder. Hij moet harder. En het is heel jammer dat er mensen zijn... dat het publiek dat wij op dit moment hebben... Die alleen de flow van. Ja. En niet echt begrijpen wat de lijn is, wat de lijn inhoudt. En ja, ik had het gevoel dat ik even moest laten weten... wat voor zieke bars ik kan... neerpennen. Ik denk... No, that's right. Zijn we klaar? Zijn we klaar on the cap, but no cap. Oké, zuster, hoor. Nee, ik geef je gelijk. Like people, weet je, wanneer iemand... ik ga geen naam noemen, ik stond daar naast iemand en die persoon zei... Ja, Jay-Z is eigenlijk niet zo nice.
En ik vroeg aan die persoon... Waarom? Welke bar... Nee, fuck, waarom? Welke bar vond jij niet zo nice? Oh, nee, dus de manier hoe hij rapt, bro. Like, dus jij bent daar om te horen hoe hij rapt of naar de woorden? Allee. En ja. Dat is met velen zo. Dat is dus ja, ja. Dat is jammer, hè? Maar dat is met de nieuwe shit, man. Ik bedoel, ja... Ja, ja, zo die man, muziek. Ja, of... What is that? Lil Durk is part of that shit, too. Lil Baby. Yeah, like, yeah. Lil Durk heeft nog wel een paar... Lil Baby nog wel. Lil Durk heeft wel... He's sweet and whatever. Yeah, he is sweet. He got sweet lines. Hij heeft wel echt bars. Hij komt met punchlines en zo. En flow. Rest in peace the D-thing, no? Oké, dan. Oké, dan. Ah, man, rest in peace, indeed. Yvonne is it. Okay, hold up, before I get. Punchline Queen, dus bumping and grinding, the shit is pissing you off. Heb je veel requests gekregen over dat, mevrouw Punchline Queen? En ik heb nog een andere verse van nu ook nog. Mevrouw wat? Mevrouw Punchline Queen. Dank je. Werk. Synchronizing en shit. Beri, kijk, ik heb een, ik ga naar mijn draaien, hè. Dat is mijn broeder. Mm. Bon, luister naar deze lijn in Zeginees. Nee, niet Zeginees. Het eerste wat in je hoofd komt. Listen to this shit. On that manual transition, yeah, that shit is turning you on. You know what transition? On a manual. Manual transition. Manual. Yeah, dus yeah, that shit is turning you on. Okay, yes, yeah, that was easy to get that. Okay, yes, sir. Yeah. But, you didn't have the bars right. Hold on. Yeah, you have the bars. First of all. Okay, when you're right. Because on that manual transmission, yeah, my turn turns you on. And the song is called 83. It's about my car. Dit is gewoon the hood ghetto genius. Like, you attacking. I'm kidding. Maar toen jij uitgelegd. Drias, wie van ons heeft u onderbroken? Nee, maar ik... Maar laat me mijn zuster praten! Nee, ik begrijp het. Dat is zuster love. I understand. En dat is dat vind ik klaar. I love, I respect it. No, I fucks with you. Because your name begins with a G. I fucks with all G's. On some real, in real life. On some real gangster shit. But this is ABCOSR. Nee, sorry. Wow, it's like, no, thank you. I would never do that. Business, you're attacking the business. Hold up. I'm not attacking, because ik heb dat verkeerd geschreven. Nou, jullie taak is hier om ten eerste correct en ten tweede. En ten tweede, ik vroeg aan hem, wat gaat dat beter uitzien? What was the first thing? Nu, zij had het uitleggen en jij zegt, what is the first thing that comes on? Nu, hoe zij dat juist heeft gezegd, dat heeft mij nog steeds dezelfde gezichten gebracht. Ja, maar dat is het. Kijk. Maar dat is ook de culture. Dat is ook een succes van art. Mm-hmm. Like, when you say stuff and people think differently. And I will never attack you for a PS. No, we would... We play with you. Nee, but some... Hierna gaan we huggen en zo. But these people don't think these motherfuckers... No! Because they can think whatever they want. They really can think whatever they want. Dat is onze motto. Safi Klaar. Dat is waar Safi Klaar voor staat, hè? Wij zijn wie wij zijn en Safi Klaar. Safi Klaar. Ze zegt no cap, toch? Je mag denken wat je wilt. Je mag speculeren wat je wilt. We are who we are and we love who we are. Safi Klaar. Leg eens die transmission. Wow. Oké. Dus on that manual transition. Yeah. Transition. No. What did you say? You said transition. Transmission. Transmission. Yeah. On that manual. Oké. We beginnen opnieuw. On that manual transmission. Yeah. My turns turn you on. Ja, een beetje double entendre, ja, maar dat is de punchline. Dat is de punchline. Maar dus... Ja, zeg maar.
The song is about A3. Yeah, that's my car. This, I got a whole lot of love for that car. Yeah. I don't care what nobody say. Maakt niet uit wat je zegt. Ja, het is een oude auto. Ja, hij klinkt als een tractor. Maar ik ben heel trots op mijn auto. Ja. Word for word. Hey. Waar de hell not? Well, I fucks with you. Wow. Wat is het einddoel van... ja, sorry. Trouwens, kijk, we gaan, ik heb vijf en niet vijf. Ik wil drie dingen weten van jullie. Oké. Dat is een preference, John. Antwoord kort en bondig, alsjeblieft. Foxy Brown, Lil' Kim. Lil' Kim. Lil' Kim. Lauren Hill, Missy Elliott. Moeilijk, nee. Nee. Nee, we're not doing that. Nee, next question. Dus dat is dus, zo vragen, guap of sugar? Ja, linkerbeen of rechterbeen? Linkerbeen. Linkerhand of rechterhand? Long sleeve of short sleeve? Oh, rechterhand. Long sleeve of short sleeve? I don't know. No sleeve. No sleeve? Ik wil een lange trui aan doen. Ik wil handschoenen, alles bedekt. Dan pak je normaal je schouders af. What? Dat is iets dat ze vroeger deden. Long sleeve betekent eigenlijk... Like, when you store something. Ik denk dat het in kolonietijden is. De tijden dat ze België-Congo uitgekoloniseerd. Niet dat dat bij België gebeurt, maar dat is in die tijd. Dus als jij short sleeve kreeg, moesten ze hier afhakken. En long sleeve was hier. Oei, yo. So, you know, you got a pick. Lauren Hill, Missy Elliott? Oké. Okay. Zwijgerecht. Zwijgerecht. Old school, new school. Artikel, wat was het? Welk artikel is dat? I don't know, but plead the fifth. Yeah, plead the fifth. No, I know bad Taiwan. I don't really know what artikel. Oké. Artikel 26 ken ik wel. Wat is dat? Dat betekent dat mensen een jaar kunnen werken en dan krijgen ze dop of zoiets. Ik heb dat nooit gedaan, maar ik ken dat wel. Ah ja, oké. Okay. Dat is dan je enigste artikel dat ik ken. Beyoncé, Alicia Keys. Dat is niet Beyoncé. Ja. Dank je. Ja. Maar hoe? Ja, back in the day was echt... Was moeilijk, hè? Ja, Alicia heeft ook echt een indruk achtergelaten. En ze is gewoon... Met haar vlechtjes zo en die piano. Ja. En Beyoncé is gewoon Beyoncé, snap je? 20 augustus. 20 augustus is binnen... Ja. Wat is twee weken of zo? Oh ja, twee weken exact. Ja? Omdat ik niet in de backstage sta, ben ik met... Jij sowieso backstage met die pet van je? Dat is af en klaar. Je weet toch dat heel weinig mensen die pet bezitten? Die pet is heel exclusief. Talk to motherfucker Charlie was popping with the population. You G like that. You G like that. I am it. That's, I mean, I am a G, though. That's, Yeah, yeah. I'm like the salad letter in lasagna. Zeg hier. Sugar, ik heb een vraag voor u. Okay. Maar ik ga eerst naar Guapa gaan. Oké. Okay. En daarna ga ik naar jullie twee. En daarna is het aan het regenen. Ja, lekker. Dan weet je dat Guapa en Sugar in de fucking house. Nog een keer. Nee. Eerste vraag ik ga naar jullie. Wat voor raad geven jullie vandaag aan de nieuwe generatie? En dan heb ik het gewoon in het algemeen. Like, the youth. The youth, ja. Jullie zijn nog niet zelf de youth, maar voor de andere youth. Use your brains and stop them stupid ass TikTok dances, oké? Okay? Want dit. Maar je vrouw, wie doet dit? Dit, ja. Wie doet dat? All the everybody on TikTok. Get off TikTok. Ja. What the fuck is dat? Even serieus. Niet doen. The French Montana dance. Oh, fuck, we make it a I don't know that one. What? That one. Do it again. What? Yeah, I don't know. Is what it is. Yeah, it's French. That's sweet. But Big Drip. Movie. Viral. Viral. Deze keer had ik dat, ja. Maar nee. Jullie generatie staat met TikTok dance. Ja. Ja, dat, wat is dat? Heroïne spuiten. Ja. Mijn kinderen van 8 jaar. Ja, zo, hè? Doen zo. Dit. En dan dit zo. Wow. Ja, dit. En dat is viraal. En blijkbaar moet je dat doen als iets niet mag van mama. Dus als mama zegt nee, ik moet doen. Wow. Zeg maar, kijk, ik ga nu heroïne spuiten, want ik moet me beter voelen, omdat ik niet mag van moeder. Hé, hallo. Luister. Kinderen van nu, tegenwoordig, als nu een kind aan het kijken is, ben jij 16 jaar of jonger? Want als je 16 bent, ben je ook gewoon nog steeds een kind. Ga van TikTok af.
verwijder je TikTok-account. Luister naar je moeder. Oké? En stay in school. Luister naar je ouders. Ja, denk luister naar je moeder, je vader. Wij vaders. Luister naar je ouders. Ook een hart. Ja, inderdaad. Respecteer je cultuur. Dank u, Joëls en Kiemann, als jullie deze hebben gezien. En zij zijn alleen moeders. Ik ben hier ook. Ja, inderdaad. Inderdaad. Papa's zijn ook heel belangrijk. Zeker. Dus luister zeker naar je vader. Zonder ongemaken van jullie niet. Dus. Inderdaad. Oh, moet je dat niet weten. Shout-out naar vaders. Ook al was ze naar de dokter. Shout-out naar vaders. Applaus voor vaders. Ook al was ze dat kopen met die sperma-bank, dat komt nog steeds van de man. Het komt nog steeds van de man, inderdaad. Amen. Inderdaad. Maar de moeders zijn inderdaad belangrijk. Shout-out naar mama. Shout-out naar vaders, shout-out naar moeders. En de tip die ik je kan geven aan de jeugd is echt gewoon... Respecteer jezelf, respecteer je ouders, respecteer je cultuur. En ga niet meelopen en shit. Wees je eigen stroom. Ja. Dat is mijn advice. Bepaalde mensen hebben mij gevraagd om jullie te vragen. Vooral u. Okay. Over die love at first sight. Aha. So funny. Zeg maar, caught me off guard and whatnot. Ik heb je niet hard in mijn zak. Nee, trompje. Ja, nee. Okay, even applaus voor love at first sight. Wat je niet weet, ik heb je hard in mijn zak. Dat trok je. Nee, I would never crash the plane. You did. Ja. Je bent echt cheap, Pam. Dus in geval dat je dacht dat ik een andere type gast was. But go ahead. Maar, maar voor de mensen die het weten, Suge, zij wil hier mensen laten geloven. Of misschien mogen we dat geloven. Dat, trouwens, die gast daar, kwam hij van de TGV of dat een Thalys? Hey. Nee, leg ons eens uit. Wat is er gebeurd? Je bent aan het pushen. Nee, man. Wat is er gebeurd? Nee. I'm on the edge of glory. Nee, kijk, ik ben op TikTok geweest en ik zag ineens... jij was je klaar aan het maken. Voor wat eigenlijk? It's a pick-up. Ja. Maar echt, boe. Je boe. Oké. En hoe noemt hem? He is a boe. And always have your heart. Maar jij hebt juist Beyoncé gepozen. From the start. Juist heb jij Beyoncé wel gekozen. Maar ja, maar, je boe? You heard the lady. Maar boe, dus so what was the question? Dus jij was je klaar aan het maken? Om iemand op te gaan halen, inderdaad, van de luchthaven. En no, he did not come off no TGV. TGV. Is er iets mis met een TGV? Ja, snel. En geen rood licht. Nee, er is iets mis met de IC-trein. Nee, IC is sneltrein. Nee, de IC-trein. Is een stoptrein? Is een stoptrein. Ja, nee, we don't fuck with that. Er is niks mis met de Thalys. Ja. TGV is Thalys. But he was coming off a plane. He got flewed out. On flewed out airlines. What's up? Hij moest een tag. You got flewed out. Maar even serieus voor alle mensen die kijken. Want die video heeft bijna 1 miljoen views. En zoveel keer gedrukt. Shout-out naar jullie allemaal. Y'all got played. Shout-out. You just played yourself. Met andere woorden, dat was niet echt. Nee. Heb je dat ook toegegeven ergens anders? Nee. Nee. Alleen voor jou. Exclusief nogmaals. Ja. Talk some motherfucker, Charlie. Charlie, smells like money. Let's make some. Hey. Hey, cool. 20 echt. Viral. Movie. Lit. Viral. Pijl. Backstage dus. Ja, jij ik heb sowieso plus, backstage. Ik dacht, ik heb plus 15, dacht ik. Jij gaat plus de whole hood. Ik had gezegd, ik ging plus ones. Nee, trouwens, ik had, voordat jullie dat... Allez, ik wist wel dat jullie een show hadden, maar ik had nooit die flyer gezien. Mm. Ik heb plus 15. Ik kan die... Ja, ik 15.
Nu kan je zelf niet naast die flyer kijken. Mm. Ik zweer het, overal op Facebook. En die zijn op de eerste rij, dacht ik. Die zijn 1, 2, 3. Ja. En die zijn daar kwart met Shoei. En dat is de enige naam dat ik herinner me. Ja, ik denk, ja, nee, maar dat is niet om te, dat is echt de enige naam dat ik nog kan herinneren. Maar ja, Lobby. Dus we zijn uitgenodigd. Dat is in Oostende. Ja. Inshallah, mogen die optreden. Inshallah. Want met deze corona, je weet nooit. Ja, man. Nee. Het kan altijd. Maar hoe het er nu uitziet, ziet het er gewoon echt heel goed uit. Alles gaat door. Mm-hmm. En ja. We gaan make a movie. Dat is dope. Dat is dope. Jullie. Dus iedereen moet er zijn. Je telefoon moet opgeladen zijn, want anders heb je echt verloren. Ik vraag gewoon. Ik plus. Kan dat wat luider, meneer? Nee, ik en mijn zoon. Ja. Ja. Zeker. En zijn 14 vrienden. Zijn 14 klasgenoten. Nee, zijn 14 onkels. Hier is één snel, de andere zat. We zijn met veel. Nee, kijk, ladies, kijk, ik apprecieer jullie. Ik apprecieer jullie echt. Wij jou ook, echt waar. Als ik echt kan, ik ben daar. Oostende is echt ver, but de dood is nog verder. Je moet sowieso goed doen als ik kan. Nee, ik ben er. Oh, inshallah. Hey, waar is ineens de band is plat, wat moet ik doen? Een taxi pakken? Nee. Oh, die kost me goed. BMW2-serie. Ja. Band is plat en zomaar. Zomaar. Auto's zijn gebouwd om te rijden. Band gaat niet zomaar plat. Zuster, ik heb nu een andere auto. Hè. 2 weken geleden, ik ging mijn oudste zoon halen in Limburg. Ik rijd ineens, ik ben ergens, er was iets op weg of zo. Het heeft mijn motor geraakt en boom, ontploft. Nee. Hey, wow. Je motor? Als ik de rook moest laten zien, dus ja, dat kan wel gebeuren. Allah heeft die Arabi salam. Maar ik ben daar. Rabbi uslik ala khair, zeg amin. Amin, mogen Allah je veilig aan je bestemming. Amen. Amin. Nee, maar serieus, 2018, ik ga mijn best doen. Ik en mijn 15 onkels, alleen mijn zoon zijn onkels. En we gaan zeker komen opdagen. Guap, jij bent hier al geweest, Riverside Studio. Mm-hmm. Tell me, who did you meet here? I met Young B. Hij heeft mij advies gegeven. Gang shit. Ja, en hij heeft me echt met open armen ontvangen. Gang shit. Ik heb begrepen dat jouw broertje is, kan dat? Dat is mijn jongere broer, dat is mijn blood. Bloody, you dick. En ja, op dat moment had ik echt een interessant gesprek met hem. Alleen wanneer je informatie krijgt waar jij niks over weet, dan begrijp je soms die informatie niet. Al denk je dat je het begrijpt, you just don't get it. So he was giving me advice, but I really didn't get it. What he was saying actually, snap je? Maar nu achteraf gezien heeft hij mij echt hele goede raad gegeven. Op dat moment waardeerde ik het ook, hè? Maar ik begreep het gewoon niet zo goed. Snap je? Ik dacht dat ik het wel begreep. Anyways. Ik zie dat hij het ook heel goed doet. Gang shit. Mm-hmm. Bloody. En, you know, who knows? Yeah, who knows? We might collaborate with some shit like that. I mean, eerst en vooral, laten we het even geven voor het wapen. Dat is some real shit. Weet jij, Guapa, veel mensen, niet dat je, dat is gewoon real life. Iemand kan je iets vertellen op het moment zelf, denk je van, niet dat, jij begrijpt dat niet, of it doesn't pertain to you op het moment zelf. Later had je misschien, zoals jij zegt, ja, eigenlijk was dat wel een goede raad. Dus om dat gewoon te zeggen, vind ik gewoon doof van nu ook. Even shout-out naar Young B. Shout-out naar Young B. Nee. Maar kijk, wat ik vooral wil zeggen is, hij heeft raad gegeven. En ik op dat moment, I just want to make it very clear, because I thought I understood what he was saying. Kijk, als je aan iemand iets gaat uitleggen, ja, bijvoorbeeld, er is een, bijvoorbeeld, ik zeg zomaar, bijvoorbeeld iets in wiskunde. Je moet wiskunde, je moet elke stap gevolgd hebben om bijvoorbeeld de 18e stap te begrijpen, ja. Snap je? Ja, en die eerste stap is, I didn't have that. Facts. Dus dat is hoe het is gegaan, snap je? Facts. Nee, shut up. We appreciate Young B. Applaus voor Young B. Applaus voor Young B. Yo, appreciate y'all for pulling up.
Versace. Thanks for having us. Thanks so much. Wij zijn echt heel blij om hier te zijn. Ja, echt. Safi klaar. Safi klaar. Ben ik klaar? Nee, maar het is inderdaad bijna klaar. Maar ik kan jullie niet hier laten weggaan zonder deze vrouw te beantwoorden. We gaan er wel kort in bonden gaan doen, maar... 24 uur te leven, wat doen de ladies? Pray to the God. Ja, eerst langs de nagelstylisten, deze nagels eraf halen. Die pedicure er ook af. En dan ga ik grote wassing verrichten. One-way ticket to Mecca. Ja, en blijven bidden tot ik erbij neerval. En het gezin ook meenemen. En our loved ones. En hopen dat we vergeven worden. Dat het gebed wordt aanvaard. God is toch een God van vergiffenis, toch? Ja, maar... Ja. Je moet niet erop rekenen. Je mag er niet vanuit gaan dat je vergeven wordt, hè? Nee, natuurlijk niet. Je mag hopen dat je vergeven wordt. Je mag hopen dat je vergeven Snap je? Je mag bidden. Je vergeven wordt. Sisters, appreciate y'all. Talk to motherfucker Charlie. Sugar and guap in the motherfucker house. Dat is klaar! Yeah. 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 Gang, swear to God, all my niggas ballin'. Everything official now, swear to God, I call him. Bring the business to the table, where your money at? We the ones that make it happen, nigga, that's a fact. Gang, swear to God, all my niggas ballin'. Everything official now, swear to God, I call him.